Na de val van het IJzeren Gordijn belandde Armenië op de rand van de afgrond. Door ontwikkelingswerk en hulp van velen is het land met sprongen vooruit gegaan. Door de koude en lange winters is het voor de allerarmsten lastig om de winter door te komen. 80% is werkloos en er zijn geen voorzieningen. Gelukkig is er Maria Goris, een Nederlandse vrouw die al 20 jaar in Armenië woont en werkt. Onder de mensen die het alleen nog niet kunnen redden. Uit meerdere landen en fondsen komt geld om voedselpakketten en stookhout door heel Armenië te kunnen uitdelen. Door nauwe samenwerking met sociale diensten, kerken en dorpsleiders, het lokaal inkopen en door met haar team de pakketten samen te stellen en rond te brengen, komt het bij de allerarmsten terecht. Een voedselpakket van 40 euro geeft de mensen voor een maand voldoende aanvulling op wat ze zelf hebben. Het geeft ze ook moed dat ze niet worden vergeten. Telkens weer zijn we ontroerd door de omstandigheden waarin deze mensen leven, of moeten we zeggen overleven. Helpt u mee om de allerarmsten met eten en warmte de winter door te helpen in Armenië? Uw euro telt en wij garanderen dat de hele euro terechtkomt daar waar hulp echt nodig is. Namens de mensen in Armenië, hartelijk bedankt.